Vroeger had je de scope gewoon in je handen en alle instrumenten die je daar doorheen stuurt. Dus dan krijg je ook meteen het gevoel terug van wat er gebeurt in de long. En nu staan we op een andere manier te werken. Dit is de robot, de enige in de Europese Unie. De longarts bedient niet langer zelf het onderzoekskatheter, maar bedient de robot om verdachte vlekjes in de longen te onderzoeken. Dat kathetertje zelf kon ik wel heel dicht in de goede plek krijgen, maar het laatste millimetertje niet bij bewegen. En deze kan ik sturen. Hij voelt hoeveel ik aan het weefsel trek. En ik kan hem een beetje corrigeren en dan heel precies toch nog die hapjes nemen. Waardoor longkanker eerder opgespoord kan worden. Zoals bij deze allereerste patiënt in Europa die de ingreep onderging. Ik heb het idee dat hij zelf wel de regie in handen houdt. Daar vertrouwde u wel op? Daar vertrouw ik wel op, ja. Het was eigenlijk maar zo'n heel klein puntje. En ja, toen bleek al gauw dat het inderdaad kanker was. Longkanker is de meest voorkomende en dodelijkste vorm van kanker. Dus is vroege opsporing cruciaal. En de robot kan dat beter. Ja, net ernaast of net in de afwijking. Ja, dan geeft het verschil van wel of niet een diagnose. En daarmee een kans op een behandeling. En ja, zo vroeg mogelijk een longkanker vaststellen en te kunnen genezen.